zijn uniek voor Suriname. We hebben de eerste drive-thru geopend waarbij mensen in de auto kunnen blijven zitten. Ze krijgen een intakegesprek om te vragen als ze allergieën hebben, medicijnen gebruiken. Als alles in orde is, rijden ze op en dan komen ze onder deze tent waar er gevaccineerd wordt. En dan rijden ze door en dan worden ze even een kwartier tot 20 minuten geobserveerd. Als alles goed is, krijgen ze hun kaart mee en ze kunnen uitrijden. Dus het is schijnbaar een hit, want de auto's staan in de zijstraten opgeleend om in de drive-thru plaats te nemen. We zijn al een uur bezig en we hebben al 72 mensen gevaccineerd in de auto. Is het prettiger werken voor jou? Ja, het is iets nieuws, dus een nieuwe uitdaging. Want ik vaccineer zelf ook in het ziekenhuis, het is heel anders dan normaal. Heb je wat gevoeld? Nee toch? Ja hoor! Heeft het pijn gedaan mevrouw? Nee meneer! Vind je dit te makkelijker manier, gewoon in de auto zo? Ja man. Ja. Okay. Waarom bent u komen vaccineren? Voor de zekerheid dat ik geen COVID moet krijgen. Dus de tweede, mijn laatste spuitje dat ik kom halen. Is uw laatste spuit? Ja, de tweede. Want ik ben al 70. Dit is uw vaccinatiekaartje. Gaat u komen checken als dat uw rijbewijs is? Minister, tevreden? Ja, tot nu toe wel hoor. Ik ben heel tevreden met deze opzet. Het is een nieuwe opzet waar je tegelijkertijd een walk-in hebt en een drive-thru. En de organisatie is perfect. Ik bedoel, beide zaken lopen simultaan zonder dat ze elkaar overlappen. Principe u tek na preke dan net we aksi u fu pot wa kuru lapje no pot tapa presidat fix chili oil of waf de trasan ma hoon wa kuru lapje giden tu de sa ekong a de verboden fu gebruik drugs alcohol fu smoko drink energy drank of gebruik ecstasy ma drink furu watra en efa de fanudu you can bel 178. Dus ik ben heel blij. Heel veel personen keken al uit naar deze opzet. Dus ik ben heel blij dat het is uitgevoerd. Er komen meer van deze drive-thru locaties. En daar zijn we ook al mee bezig. Dus het is nu nog een beetje vroeg om te zeggen. Maar we zoeken naar de juiste plek, goede plekken. Waar je eigenlijk die flow snel kan hebben. Maar dit loopt precies, het loopt gewoon conform onze opzet. We zijn gepland om 6 weken lang deze locatie operationeel te houden. Dus voorlopig zijn we gewoon hier open. Het enige wat er wel gebeurt is dat we gaan fine-tunen en kijken van gaat de tijden, moeten we iets eerder open, mogen we iets later open blijven. Dus dat gaan we nog aanpassen. Ik kan de samenleving garanderen en geruststellen dat ook deze opzet gaat werken in Suriname. We hebben het ook gezien in het buitenland. In Amerika bijvoorbeeld is het de normaalste zaak. Men doet meer drive-thru sites dan polies of dan walk-in clinics. Maar in Suriname gaat het ook goed aanslaan en ik ben blij.